De Beemster Wereldtuin is een stichting en wij hebben als doel dat vrouwen met een Nederlandse achtergrond en een vrouw met een niet-Nederlandse achtergrond, dat die gezamenlijk aldoende kennis maken met elkaar, cultuur uitwisselen, taal uitwisselen. Ik ruik allemaal heerlijke geuren hier. Wat ben je aan het maken? Ik ben pompoensoep. Want wat zit hier in deze pan? Deze pan ouwe, knoflook en gember en kruiden, kurkuma, poederpaprika, zwarte peper en daarna kaneel. Dit is eigenlijk de startdag van het jaarprogramma. Hè? Dus de lente, zomer en herfst zijn we hier actief. Nu wordt de tuin klaargemaakt. En er is een hele lijst met activiteiten die we vandaag gaan doen. Dus de paden worden weer aangeharkt en klaargemaakt. De bakken worden onkruid vrijgemaakt. Ik was net bezig met een tomatenrek maken. Dus palen met de palenboor, palen in de grond zetten. Nou, Carolien, jij coördineert de moestuin. Ja. Wat zijn we nou aan het doen? Nou, we zijn hier het aardbeienbed onkruid aan het weghalen. Mag deze? Sorry, mag deze ook nog? Okay, kijk, dit zijn echt de aardbeienplantjes. Oh ja, oké. Okay, dus alleen de aardbeienplantjes moeten blijven staan. En dat zijn de jongen van deze aardbeienplanten. Dus die moeten nog een beetje wennen. Hey, en wat doen jullie nou allemaal met het groente en fruit als het straks zeg maar klaar is? Nou, in eerste instantie, wij eten hier ook met de vrouwen. Op dinsdag en donderdag zijn wij hier. Nederlandstalige vrouwen en anderstalige vrouwen. En we gaan natuurlijk proberen om zoveel mogelijk groente uit onze eigen tuin te verwerken in soep en in eten. Wat lekker. Als je wil, kan je op donderdag je opgeven om mee te eten. Ja. Dan betaal je geloof ik €7,50 en dan krijg je een lekkere maaltijd. En dat is altijd vegetarisch. En het wordt op het open vuur hier bij ons in het, wij noemen het het boetje, wordt dat klaargemaakt. Ja, kijk uit, want dat is een aardbei. Oh, shit.